In de vorige video heb je gezien dat het belangrijk is dat jouw robot duidelijke, stap-voor-stap instructies krijgt. Je hebt met kaartjes een programma geschreven om je robotassistent een papieren bot te laten bouwen. En je hebt de bugs, de foutjes eruit gehaald. Nu ga je zelf een programma, een reeks instructies schrijven om een robot, of iets anders, door een doolhof te besturen. Je doet dit met commando's als ga twee hokjes vooruit, draai rechtsom, ga één hokje achteruit, draai linksom, enzovoorts. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig een printer om de doolhoven te printen, een stift, pen of potlood om mee te schrijven, genoeg papier om je programma op te schrijven en een kleine robot, een autootje, een pion of een poppetje. Mag je zelf printen? Print dan nu de doolhoven. Mag je niet zelf printen? Vraag dan je papa of mama, broer of zus om dit voor jou te doen. De link naar de materialen vind je hieronder. Terwijl je alle materialen verzamelt, kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden te drukken. Als je dan alles verzameld hebt, druk je weer in het midden en gaat de video weer verder. Stel je eens voor dat iemand, een vriendje of vriendinnetje, die nog nooit bij jou thuis is geweest, bij je op bezoek wil komen. Dan zeg je misschien, ik woon in Amsterdam, vlakbij het Museumplein, in de Tenierstraat op nummer 10, kom je langs? Een mens begrijpt dit wel. Die kijkt op Google Maps, pakt de tram en belt aan. Maar een robot zou uit zichzelf geen idee hebben wat hij zou moeten doen. Een robot of computer zul je daarom moeten vertellen wat hij moet doen. In duidelijke taal, stap voor stap. Zo'n proces of programma noemen we een algoritme. Een algoritme is een stap voor stap proces dat beschrijft hoe het brein van je robot een bepaald probleem of een bepaalde taak kan oplossen. Pak maar eens het eerste doolhof en je pen en papier. Stel je voor dat je een robot, in mijn geval dit Lego poppetje, zou moeten vertellen hoe hij de uitgang van dit doolhof zou kunnen vinden. Wat zou je hem dan vertellen? Je kunt niet zomaar zeggen zoek de uitgang, dan wordt het niets. We doen de eerste en samen. 1, 2 stappen vooruit. Draai naar rechts. 1 stap vooruit. Draai naar links. 1, 2 stappen vooruit. Draai naar links. 1 stap vooruit. Draai naar rechts. En een stap vooruit. Ik ben er. Gelukt. Dit is dus het algoritme om de robot naar de uitgang te krijgen. Ik heb het hier uitgeschreven. Maar als je daar geen zin in hebt, zou je ook bijvoorbeeld pijltjes kunnen gebruiken. Zo bijvoorbeeld. Nu jij. Pak het tweede doolhof, deze. Pak je robot en zet hem op het startpunt. Schrijf nu stap voor stap de bewegingen op om je pion of poppetje naar de uitgang te leiden, zoals we net samen hebben gedaan. Tijdens het schrijven mag je je pion meebewegen op het doolhof. Dat maakt het iets makkelijker. Terwijl jij je eerste algoritme schrijft, kun je deze video op pauze zetten. Als je klaar bent, klik je op play en kijken we samen hoe het is gegaan. Klik nu hier in het midden en schrijf je algoritme. En is het je gelukt? Gefeliciteerd, dan heb je nu jouw eerste algoritme geschreven. Pak het tweede doolhof, deze, en schrijf opnieuw een algoritme om je robot naar de uitgang te brengen. Je programma zal nu iets langer worden. Terwijl je je robot bestuurt, kun je deze video op pauze zetten. Als je klaar bent, klik je op play en kijken we samen hoe het gegaan is. Dit is mijn programma geworden. En is deze ook gelukt? Je hebt een medaille verdiend. Je weet nu dat een algoritme een stap-voor-stap proces is dat beschrijft hoe het brein van de robot, een computer, een bepaald probleem kan oplossen. We hebben dit nu als voorbeeld met de doolhoven gedaan. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle mogelijke taken die je een robot zou willen laten uitvoeren. Als je nog zin hebt, kun je ook het derde doolhof, het allermoeilijkste, nog doen. Of je tekent je eigen doolhof op de lege print voor een vriendje of vriendinnetje. Ik zou het wel heel tof vinden om deze te zien.
Dus misschien wil je je papa of mama of broer of zus vragen hem te delen op onze Facebookpagina of op Instagram. Alle links vind je hieronder. Dat was het voor deze missie. Hoi!